En het vierde beschuldiging, die de officier van justitie net voorlas, kijken of het bezit van kinderporno. Dat kan ik beamen. Dat klopt. Er stond kinderporno op. Ja, en dat had u ook bekeken? En het staat op de harde schijf, dat heb ik gezien. Heeft u gezien? Heeft u ook opgeslagen op de harde schijf? Dat heb ik gedaan. En waar was dat? In Nederland of in het buitenland? In Nederland. In Nederland. En welke plaats in Nederland? In het voormalige huisadres. In Simpelveld. In Simpelveld. En welk jaar? Weet u dat nog ongeveer? Dat zou ik niet meer weten. Nee. Weet u hoeveel plaatjes het waren? Dat weet ik ook niet. Waren het alleen plaatjes of waren het ook video's? Volgens mij waren het alleen plaatjes. Ja. Wat was uw bedoeling daarmee? Ik heb dingen gedownload en er zaten ook wel eens een keer plaatjes tussen die niet eigenlijk de bedoeling waren om te downloaden. En ik heb die apart gezet. Ja, maar als je ze apart zet en opslaat, dan doe je dat om een bepaalde reden. Welke was dat? Nou, de reden om apart te zetten was om ze dan te vernietigen, te verwijderen. Maar dat is niet gebeurd, kennelijk. Uiteindelijk is het wel gebeurd. Uiteindelijk wel, maar via het antivirusprogramma is het boven water gekomen, heb ik gelezen. AVAST, dat is een antivirusprogramma. Maar waarom sloeg je ze aanvankelijk op? Omdat ze bij de download zaten. Ja, maar dan hoef je ze toch niet op te slaan? Nee, maar dan staan ze wel al op je scheep. Nou, en wat was u aan het zoeken dan, in plaats van kinderporno iets anders aan het zoeken? Portretten. Portretten van? Van mensen, van personen. Ook. Ja. Maar ook jonge mensen. Ook. En dan hebben we het dan over kinderen? Ja, maar ook oude mensen. Ook oude mensen. En dan hebben we het dan over jongens of meisjes? Beide. Beide. En kunt u uitleggen waarom u dat dan deed? Op zoek was daar naartoe, naar dat soort plaatjes? Ik ben geïnteresseerd in fotografie en door het bekijken van foto's leer je ook de kijk, de visie van anderen op hoe je foto's maakt. Hoe je foto's maakt, hè? Ja. Ja. Want misschien verzamelen u ook wel foto's van planten, paddenstoelen, bomen? Ja, ook heel veel. Kan je het ook van leren, hè? Ja, ja, ik ook. Maar waarom speciaal van mensen? Los van planten en landschappen en paddenstoelen is een mens ook een interessante figuur om te fotograferen. Maar kinderpornografie is natuurlijk iets anders. En daarom stond het ook niet bij de gewone foto's. Ja. Nu heeft u het al gehoord misschien een beetje van de officier van justitie. En ik ga die vraag toch ook aan u stellen. Kunt u en wilt u vandaag ook duidelijkheid geven over de vraag die natuurlijk met name de ouders en de zus van Nicky al meer dan 20 jaar bezighoudt? En die vraag is, wat is er eigenlijk gebeurd in de uren voorafgaand in augustus 1998 dat Nicky gevonden is? In overleg met mijn advocaat hebben we daarin afgesproken dat ik daarin vooralsnog geen opmerkingen of verklaringen even afgeven. Maar u begrijpt dat die vraag klemmend is, hè? En dat veel mensen, de officier zei het al, wachten op een antwoord. Ja. Snapt u, hè? Ja, dat heb ik ook aangegeven, dat ik dat ook begrijp. En wanneer komt dat moment dat u daar wel iets over zeggen wil? Kan ik nog niets over zeggen? Nee.